Oké, welkom bij de vierde vlog van Shopping Center Overvecht. Mijn naam is Julian en vandaag gaan we een hoop leuke dingen doen. Onder andere gaan we langs Kippie, we gaan een kip testen. Ook gaan we nog kijken naar de hoofdprijs van de Scan & Win actie, die volgende week gaat beginnen op het Hemaplein waar we nu staan, achter ons. Dus loop met ons mee en jullie zien wat we vandaag allemaal gaan doen. Mevrouw heeft een mooie schilderij hier voor. Heeft u hem gekocht, mevrouw? Ik ben bij de Emmaus geweest. Bij de? Emmaus. Oké. Is dat hier dat, dichtbij of? Dat is hier op het... het is niet op het shoppingcentrum, maar erbuiten. Oh, net iets erbuiten. Hier op het ding. En heeft Van Gogh hem echt geschilderd of? Ja, natuurlijk. Ja? Daar gaat nee, vanuit. Zo. Maar ik heb deze schoenen hier wel. Oké, mag ik kijken? Ja, het is... Okay. Mooie schoentjes, mevrouw. Maar u komt hier wel vaak hier? Elke dag. Waar zal die komen te staan? Waar zal die komen te staan? Dat is de grote vraag nog. Zullen we een gokje doen? Ik denk zomaar bij de dino's. Als de dino's weggaan, dan komt de Scan & Win actie op de plek van de dino's. Oké, we zijn terug bij de Intertoys. We hebben de PlayStation 4 natuurlijk gekocht voor de Scan & Win actie. Maar ik ben wel zeer benieuwd of die er nog is en of die nog in de winkel staat. Dus ik hoop dat we even naar achter kunnen lopen om het even te checken. Ik was eigenlijk wel benieuwd of de PlayStation 4 die nog was. Die voor de Scan & Win actie natuurlijk. Kijk eens aan. Met FIFA, mooi aan elkaar. Kijk eens, daar is hij hoor. Oké, jongens. Hij is er dus nog steeds. Ga die codes verzamelen. Elke 10 euro aan boodschappen krijg je er één. En wie weet ben jij straks de eigenaar van de PlayStation 4 met FIFA 20 natuurlijk. Zoals jullie gezien hebben is de PlayStation er nog steeds. En hij is netjes ingepakt. Dus ja, wie weet maak jij kans op die PlayStation 4. Ik heb een beetje honger gekregen eerlijk gezegd. Vandaag is de eerste dag dat we het eten gaan testen in het shoppingcenter. Dus laten we als eerste langs Kippie lopen. En de kip testen bij Kippie. Ik heb gehoord dat het lekkere kip is. Lekker mals. Kippie! Oké, we zijn aangekomen bij Kippie. Vriendelijke medewerkers, hier sowieso. We mogen de kip gaan testen, dus laten we gewoon achterlopen en gaan kijken hoe lekker het smaakt hier natuurlijk. We laten ons begeleiden. Er zijn vandaag twee medewerkers van Kippie aanwezig. Ik heb hier te maken met... Ramona. Hallo. Hallo. En? Tony. Tony, kijk eens. Daar is je Tony van Kippie. Wat hebben jullie voor lekkers vandaag op het menu? Ja, we komen eigenlijk natuurlijk om het eten te testen vandaag. Dus wat is jullie specialiteit? Kip. Kip, hè? Ja, maar ik zie heel veel kip. Dus. Welke kip? Ja, we hebben natuurlijk de kippeling, vind ik zelf heel erg lekker. Ja. En de kipkluivers zijn natuurlijk een heel groot favoriet. De kippenpoten zijn een groot favoriet. Juist. Ja, de kippenboutjes dan maar, denk ik. Ja. Of de kippenkluifjes. Wil je nog een smaakje? Wil je pikante zoeken en wat dan wel? Laten we voor zoet gaan dan maar, Tony. Ja. Ja? Kijk eens, Tony gaat wat kip voor ons maken. En hoe vind je het werk hier, Toon? Ja, lekker. Ik ben al bijna 3 jaar al. Zo. Dus ik ben hier weggeslaan hier ook. Lekker bezig, man. En wat maakt Kippie nou anders dan de standaard kip die wij in de supermarkt kopen? Ja, het is hier allemaal al voorgegrild, allemaal voorgegaard, dat soort dingen. Het is alleen maar even warm maken thuis in de garage case. Okay, dus wij doen eigenlijk alle moeite die je thuis kan zelf doen. Ja. Hij heeft een lekker bakje kip voor ons gemaakt. Is goed de kip kluiven. Is het warm? Ja. Ja? Hopelijk verbrand ik niet mijn mond. Ja, je wilt het warm krijgen. Ja, dat is waar, dat is waar. Ja, hij telt hem verder ook gewoon per 1. Wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Kom lekker je kip halen bij Tony in het shoppingcenter Overvecht. Bij Kippie natuurlijk. Kijk eens, service is goed, kwaliteit is goed. Ja, smaak is goed. Je zit tevreden. Dankjewel. Zou je nog wat willen zeggen tegen de kijkers van ons kanaal of Facebook? Nou, we zijn te vinden gewoon in Winkel Overvecht. We hebben allemaal leuke acties elke week. We hebben sowieso altijd pasta actie. 5 poten voor 5,50. Zeggen, dan kan je het zelf thuis niet voor zelf maken. En deze week hebben we nog een actie met... Deze week hebben we dan 4 stokken saté, 600 gram jeroen, een zakje kroepoek en nog een gratis koeltas. Kan je het gewoon lekker allemaal koud houden. Kijk eens. Voor een tientje. Voor een tientje.
Voor een tientje. Dan kan je 3 mensen van eten. Daarom heet ook het eenpersoonsmaaltijd. Dat is niks. Voor een tientje. Ja. Kijk, kom deze week gewoon naar Kippie toe in shoppingcenter Overvecht. Haal die actie. Oké, Tony, Ramona, super bedankt voor de kip. Graag gedaan. En misschien tot de volgende keer. En ik zou zeggen, werk ze nog vandaag. Dankjewel. En wij gaan weer verder. Tot de volgende. Yes. Later, hoi. Oké, we zijn ook weer terug bij de iWish. De Rayman zit natuurlijk ook in het prijsassortiment van Scan & Win actie. Dus stel dat je die Rayman wint, je kan er eentje komen uitkiezen hier in deze winkel. Oké, dus ga die codes invullen op het Scan & Win apparaat en wie weet maak jij kans op die Ray-Ban. Good luck! Komende zondag is het ook koopzondag in het shoppingcenter in Overvecht. Dus ik zou zeggen, kom lekker hierheen om te shoppen. En ik heb nog één verrassing. Er komt een levensechte dinosaurus, oftewel een T-Rex, naar het winkelcentrum. En dat wil je echt niet missen. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week in een nieuwe video. Tot ziens, later! Nou, komen jullie allemaal hier naar Overvecht, want het is heel gezellig. Overvecht heeft een slechte naam, maar het is zo. Echt waar.